Hoe zorg je ervoor dat jouw spelers elke week met plezier naar de training komen en zaterdag vol vertrouwen op het veld staan? Misschien een open deur, maar complimenten geven dat werkt. Benoem hier vooral bij wat goed gaat en maak het heel concreet. Dan weet de speler wat hij goed doet. Want als je dat niet benoemt, hoe moet hij dan weten wat hij wel of niet moet doen? Een voorbeeld is dat je zegt, wat een goede paas. Je had je handen bij elkaar en je zat goed laag, daardoor kwam die aan. Of een ander voorbeeld is, goede training vandaag. Je liep heel veel vrij en ik zag dat je mannetje in de gaten hield. Een andere manier is om een high five te geven of even een duimpje op te steken. Dat geeft spelers best veel vertrouwen. Misschien bedenk je voor iedereen wel een eigen handshake. Wees je ook bewust van dat wat jij aandacht geeft, dat groeit. Dus benoem vooral wat er goed gaat. Fouten maken, dat mag.